Een verzadiging die de zonde overwint. 21 juni. En Jezus zei tegen hen: Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Johannes 6, vers 35. In deze tekst zien we wat de kern van het geloof is. Dat we verzadigd worden door alles wat God voor ons is in Christus. Dit uitgangspunt benadrukt twee dingen. Ten eerste, in het geloof draait alles om God. Het zijn niet alleen Gods beloften die ons verzadigen, maar het is God zelf. Door het geloof ontvangen we God zelf als onze schat. Niet alleen de gaven die Hij belooft. Door het geloof richten we onze hoop niet alleen op de toekomstige wereld, maar vooral op het feit dat God daar bij ons zal wonen. Openbaring 21 vers 3. En voor het leven van vandaag geldt, waar het geloof zich het meest aan vastklampt, is niet de realiteit van de vergeving van zonde, hoe kostbaar die ook is. Het gaat in het geloof vooral om de tegenwoordigheid van de levende Christus in ons hart en om de volheid van God zelf. Efeze 3, vers 17 tot en met 19. Als we geloven definiëren als verzadigd worden door alles wat God voor ons is, valt het licht in de tweede plaats op de term verzadiging. Geloof wil zeggen dat we de dorst van onze ziel lessen bij de fontein van God. In Johannes 6, vers 35 zien we dat geloven betekent bij Jezus komen om het brood des levens te eten en het levende water te drinken. Johannes 4, vers 10 en vers 14. Dat brood en water is niets minder dan Jezus zelf. Dit is het geheim van de kracht van het geloof. Het geheim waarmee we de verslavende macht van de zonde en haar verlokkingen kunnen breken. Als ons hart verzadigd is door alles wat God in Christus voor ons is, verbreekt dat de kracht van de zonde, die ons probeert weg te lokken van de wijsheid van Christus. Je luistert naar Onwankelbare Vreugde, een dagboek van John Piper door Geloofsterusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.